Zo, tijd om even de aflevering die aan het kijken was af te kijken. 911 is weer, heeft nieuw seizoen. En daarna ga ik heerlijk even poosje en een koffie. Gaat hij zomaar ineens heel hard blaffen omdat ik wegliep. Maar ik ging niet weg, schat. Echt niet. Hey, was je een beetje bang? Ja, dat is de camera. Snuffel je de mensen even lekker af. Hé? Ja. Vandaag 17 januari 2022. Ik heb voor het eerst sinds een week weer op de weegschaal gestaan. En er was 3,1 kilo af. Het gaat goed. Mijn doel is tussen de half en 1 kilo in de week. Maar de eerste week val je al toch meer af. Dus dit is helemaal top. En dan de volgende keer hoop ik ongeveer ergens tussen 500 gram en een kilo. En dan ben ik hopelijk, als ik jarig ben, een heel stuk minder zwaar. Kan ik me makkelijker bewegen, want daardoor doe ik het vooral. En voel ik me gewoon weer wat lekkerder in mijn velletje. Ik ga tanden poetsen. Dan ga ik op naar het werk. Belooft een drukke, lange dag te worden. Dus ik denk dat ik er laat weer ben. Nou ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Vanavond heb ik nog even niks, maar de komende twee avonden ben ik ook 's avonds nog druk bezig. Dus nou, het zal allemaal wel zijn beloop krijgen en we gaan het vanzelf zien. Oh ja, ik wilde er nog even vlees uitleggen voor vanavond. Dat leg ik vast in de koelkast. Ik denk dat wij gaan voor slaapjes of zo thuis, zo zei ze. We gaan voor een lekker sausijsje. Ik leg gewoon zo'n pakje dan in de koelkast. En dan kan dan ontdooien en hoef ik daar verder niks aan te doen. Dat is lekker makkelijk. Snijboontjes erbij, aardappeltjes erbij. Maaltijd bedacht. Maar goed. Oh, mijn telefoon maakt lawaai. Dat hoeft toch niet. Ik ga even tanden poetsen en naar het werk. Tot vanmiddag. Ga je mee? Hey, ja, oh, je bent helemaal blij, hè? Kom maar. Kom. Hey, hi. Oh. Ja, oh ja, ik was je nog niet klaar met aaien. Nee, kom. Gaan we wandelen? Ja, hè. Mijn hortjes uit, maar ik ga even eten koken. Net Raafje even uitgelaten. We gaan, zoals ik vanmorgen al liet zien, sausijsjes eten. En snijbonen. Snijbonen zijn niet super koolhydraatarm, maar wel heel erg lekker. En ik heb vandaag dan, eet ik gewoon wat minder koolhydraten. Dat gaat dan heel goed. Doen we erbij aardappeltjes voor Emily. Nou, dan hebben we alles al wel. Dus ik ga even bezig met het eten.
Zo. Uitgewerkt. Ik ga een raafje uitlaten. Lekker even een eind lopen. En ik neem even de plastic bak mee naar buiten. Dus die ook weer klaar. Dus ik ben eventjes uit de lucht. Even lekker een uurtje wandelen. Zo. Tijd om even de aflevering die aan het kijken was af te kijken. 911 is weer heeft een nieuw seizoen. En daarna ga ik heerlijk even een poosje Animal Crossen. Even lekker relaxen. Hey, we hadden lekker gelopen, hè. We hebben 45 minuten gelopen, denk ik. Ja, ruim. Ja, was lekker, hè. Ja, het wordt al lekkerder weer. En hopelijk straks weer wat meer licht. Dat vind ik wel fijn. Ja. Maar goed, even 911 afkijken. Ik ben Urkaan aan het kijken, maar ik ga boven even verder kijken. Want dan kan ik ondertussen even de was opvouwen. En dan kan ik daarna lang uit mijn bed in, want de accu is hier leeg. Dan weet ik niet of ik de deur op slot ga. Even gauw naar buiten checken of de deur op slot is gegaan. Even checken, deze sleutel is dat. Ik ren even snel heen en weer. Tot zo. Nou zo bluffen. Nee. Was je bang dat ik wegging? En ik ging niet weg hoor. Die Rafi gaat zo maar eens hoor bluffen omdat ik wegliep. Maar ik ging niet weg, schat. Echt niet. Hey, was je een beetje bang? Ja, dat is de camera. Snuffel je de mensen even lekker af. Hé? Ja. Ik ging niet weg. Geen haar. Alleen de deur zal doen. Hier, ga jij maar vast naar je bed. Kom ik er zo aan. Als het te lang duurt, dan komt hij ook wel hier. Maar goed, ik ga eventjes hier de lichaam uitdoen. Even nog een klein beetje een opruimslag maken. En dan ga ik gauw naar bed. Gauw verder kijken met het programma Urk. Tot zo. Nou, Urk gekregen. Het blijft hilarisch af en toe hoor. Echt. Dat, ja. Dat cultuurtje daar. Ik herken natuurlijk wel heel veel. Omdat ik niet al te ver vandaan ben opgegroeid. En ja. De vis is altijd lekker, zeg ik altijd maar. Maar verder, ja. Maar goed. Ik ben lekker aan het relaxen. Op bed zitten. Raven is inmiddels toch maar gaan slapen. Ik had nog een stukje kaas mee naar boven genomen. Een plakje kaas. En hij heeft net zo lang gewacht tot ik het plakje op had, voordat hij onder de deken dook. Maar ja, hij vond het niet zo fijn dat hij er wat van kreeg. Lekkere fles water. Ik heb nu 1-1-2 vandaag aanstaan. Dat is een programma op RTL 5. En dat denk ik, dat ga ik lekker even kijken. Even het nieuws een beetje. Het zijn over het algemeen niet de leukste nieuwtjes, want het is allemaal 1-2 meldingen. Maar toch even kijken. Ja, inmiddels is het dinsdagavond en ik heb heel eventjes tussen twee afspraken door tijd om een video te editen. Maar ik had geen eindje. En ik zet net mijn computer aan, want ik doe eigenlijk alles op mijn werklaptop. Maar goed, ik ga even deze video editen en er zit geen eindje aan. Dat gebeurt natuurlijk wel eens vaker, dus vandaar dat ik hem even op deze manier afsluit. Ik heb gisteren ook niet veel gefilmd, omdat ik gewoon ontzettend druk bezig ben geweest met allerlei dingen doen. Afspraken, met werken, met nog een check van iets. Nou ja, kortom, gewoon druk, drukker, drukst. Dat geeft niet. Ik vind het op zich wel heel erg lekker om druk bezig te zijn. Maar soms moet ik ook wel echt ontdekken dat ik even voor mezelf een soort van pas op de plaats creëer. En even een momentje van rust. Dus dat ga ik zeker dit weekend even doen. Ik probeer toch echt even, zeker of zaterdag of zondag, helemaal niks te plannen. Gewoon alleen, nou ja, mijn eigen dingen zeg maar. Dus ja, gewoon weet je, een beetje rommelen in en om huis, wat wandelen en dat soort dingen. Maar verder gewoon even helemaal niks. Is ook belangrijk. En ik weet niet hoe jullie dat doen, maar ik kan me voorstellen dat heel veel moeders onder ons, ja, die hebben ook gewoon misschien wel nog wel jonge kinderen. Dan kun je eigenlijk nooit even
of is het een heel vrij moeilijke moment voor jezelf pakken. Ik wil je in elk geval bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik wens jou een hele fijne dag als je deze video 's morgens hebt gekeken. En kijk je naar 's avonds, dan slaap lekker mooie dromen. Morgen ben ik er weer, waarschijnlijk met een nog kortere vlog dan vandaag. Want ik zit van 4 uur 's middags tot 8 uur 's avonds ben ik nog bezig. Dus ik denk dat dat wel helemaal een mini vlogje wordt. Hetzelfde geldt voor de woensdag. Maar goed, het zij zo, ook dat is mijn leven. En dat is nou net wat ik wil. Maar goed, morgen gaan we verder praten. Tot dan.